Oké, aan de andere kant... Fleur. Fleur, van de band? Neil Mind. Neil Mind. En hoe komen jullie... Ja, wij heten eerst Crossroads, maar dat was toch een te veel gebruikte naam. En toen zaten we bij elkaar en vorig jaar, rond deze tijd ongeveer. En toen was het... Neil Mind kwam eruit. Ja. Ja. Oké, en wat voor soort muziek maken jullie allemaal? Ja, eigenlijk ook van alles. We maken geen Nederlandstalige muziek, maar verder toch wel echt van jazz tot hard rock. En, echt heel breed. Echt alles wat mogelijk is. Ja, geen klassiek? Nee, dat nog net niet. Maar want waar kom je, want hier komen we wel heel bekend voor, maar waar komen jullie, uit deze buurt? Ja, we komen Doetinchem in omstreken. Oké, en jullie? Ook Doetinchem omstreken. Ja? Ja. Circa 30 kilometer ongeveer. Wow. Omstreken. Oké, en maar hoe lang bestaan jullie hier? 5 maanden, 6 maanden. Oh, dat is vrij recent dus. Ja. Oké. Dus, ja. Dus heel erg getimmerd. We hebben nu een repertoire van, denk ik, nummer 70 onderhand. Zo. Dus, 70? 70 nummers. En, zo. Ja, we zijn druk bezig. Ja, we willen gewoon zo breed mogelijk staan. Mensen veel mogelijk bieden. Ja. Een heel, heel breed publiek aanspreken. Ja. Dus ja, en dat na 7 maanden, 6 maanden, 5. Ik weet niet. 4? Ja. Waar zitten we? Ja. Net een nieuwe. Waar gisteren begonnen? Nee, maar in een paar maanden tijd zoveel mogelijk geprobeerd te bereiken. Zou je. Ja. Ja. Netjes? Ja. Nou, hebben jullie al veel optredens trouwens? We staan nu ongeveer 2 keer in de week. Ja. Zo ongeveer. Ja. We proberen zoveel mogelijk te spelen. Ja. En we hebben van het weekend in Aarlanderveen gespeeld, richting Leiden of naar de Rijn. Maar merendeel zit toch wel een beetje richting Doetinchem omstreken. Hardenberg hebben we gehad. Hespelo. Ja, dus we komen een heel eind met elkaar. Ja. Dus zelfs al sprake geweest dat we, Heino, dat we richting de Spaanse Costa's gaan. Zo. Dat kan helaas dit jaar nog niet doorgaan. Maar het contact is in ieder geval gelegd. We gaan een beetje feedback op de rek. Dankjewel. Dus dat, we hebben een groot netwerk. En we hopen zoveel mogelijk te spelen. Dat is ons doel. Ja. Nog een klein beetje reclame. We staan natuurlijk iedere maand bij Sequoia. Sequoia, ja. Zeker. Niet vergeten natuurlijk. Elke dat is heel belangrijk. Laatste zondag van de maand. Van 3 tot laat. Oneindig. Wanneer de mensen zijn. Ja, meestal is het rond een uurtje of 8:30 is het wel. Hebben de mensen zijn uitgedanst. Ja. Laat ik het zo zeggen. Oké. Hoe is het met jullie met optredens? Dat wisselt nogal. Deze week hebben we bijvoorbeeld 3 optredens. We hebben ook de afgelopen maanden amper optredens gehad. Ook wel druk met school en dat soort dingen. Dat is toch ook wel heel belangrijk. Ja, want jullie zitten allemaal nog op school, neem ik aan. Ja. Toch? Ja. Allemaal? Nee? Denk ja, aan de andere kant van het bureau zitten wij. Ja, we werken op school. Ja. Op school dus. En ik doe een poging. En hoe lang bestaat jullie band? We bestaan nu 1,5 jaar. 1,5 jaar? Ja. Oké. Okay. Dat is al aardig. En hebben jullie wel een eigen website? Of? Ja, neilmind.nl. Maar dat is nog maar een doorverwijzing naar huis eigenlijk. Ja. Dus er is nog een gebied under construction, als het ware. Dat wordt nog wordt aangewerkt, hard gesprek. Hij is er wel. Hij dus. Is er in ieder geval. Er is in ieder geval een domein. Ja, zeker. Precies, ja. Oké. Okay. Ja, binnenkort komen er nog extra dingen, die komen er nog wel. En zo. Ja, en we zijn nog bezig met profielenpagina's die erop komen en dat soort dingen. En ik hoop dat in de loop van de tijd dat komt. Ja. Hebben jullie al op festivals en zo gespeeld? Kleine festivals bedoel ik dan, in deze regio? Achterhoekse Paardendagen hebben we gestaan. In Zelhem. Ja. Kijk eventjes verder. Nog niet. Festivals. Ja, doe het jezelf. Ja, aanstaande vrijdag. En binnenkort in Heino. Heino. 100.000 bezoekers. En is ons toegezegd. Dus, 100.000. verder kan ik mezelf niks zo voor de geest halen. Nee, niet met de draad kwijt. Dus dat, je bent de draad kwijt. Oké, nu komt het. Ja. Sorry. Oké. Okay. Nou, oké, dan we gaan nou eerst even een stukje muziek. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
love you, but I gotta stay true. My mortals get me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you do me good just like you knew you would. Don't know what you do, but you do it well, you're under my spell. You got me begging you for mercy, yeah, yeah. Why don't you release, yeah, me? Think that I will be something on the side, but you got to understand, I need a girl who can take my hand. I don't know what this is, but you do me good just like you know you would. Don't know what you do, but you do it well, you're under my spell. You got me begging you for mercy. Ja, nee. Ik heb nooit de relatie met je bent gegeven. Oh ja. Maar we hebben nog... Natuurlijk dat we vrijdag we hebben nog een kleine 2 minuten voor het nieuws. Aan jullie het woord. Wat willen jullie nog kwijt? We willen de groetjes doen aan onze toetsenist die er momenteel niet is. Dus Marijn, de groetjes van ons. Groetjes ook van ons, Marijn. Ja, ook van ons, Marijn. Tot vrijdag. Zet hem op met Marijn. Ik wil ook zeggen dat je de tamen. We denken aan je. We duimen voor je. Ja. En verder willen we iedereen uitnodigen om vrijdag langs te komen bij Café Marlijn. Dag, mam. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, of niet? Zo noemen we dat. Ja. Als het goed is. Vanaf 4 uur staat volgens mij de trap al los. Maar wat is nou eigenlijk, ik ken Marlijn wel een beetje, maar wat is Marlijn nou eigenlijk? Een café. Een muziekcafé. Een muziekcafé. Ja. Het Pils. Live. Het muziekcafé, behalve op Koop Zondag. Van Doetinchem. Ja. Ja. .nl. Nee, ik weet wel dat hij een keer afgebrand is of zo, geloof ik. Dat heb ik wel eens een keer gehoord, maar... Nee, dat was de kooi. Dat was daarvan uit. Ja, was daarvan uit. Ja, ook. Ja. Maar als jij dat wil, dan kunnen we dat je best verzorgen. Ja, erg best het, hè? Oké. Okay. Wil je nog wat, nog wat te vertellen? Nee, niet dan. Maar wanneer gaan jullie optreden weer? Ja, vrijdag. Ja, morgen. Ja, oké. Okay. Morgen staan we ook op bedrijfsfeest. Dus ja. Dat is ook wel leuk. Met internationale gasten allemaal. Dus, zoals? Ja, die kennen wij verder niet. Niet persoonlijk. Benny Laan. Weet je wat een moeilijke naam of zo? Jackson. Jack.